Hey, ik ben Stefanie en ik werk bij Microsoft. Microsoft is natuurlijk echt een productiviteitsbedrijf. Maar wat zou er nou gebeuren als je productiviteit helemaal opnieuw zou mogen uitvinden? En waar zou je dan werken? Is dat gewoon aan je eettafel of in je favoriete koffietentje? Nou, ik ben de aankomende maanden in de gelegenheid om dat onderzoek aan te gaan, aangezien ons kantoor 2 maanden dicht gaat. Dus dat ga ik onderzoeken. Het is 6:00 AM en ik ben op weg naar Budapest. We hebben toch geen kantoor in Nederland en we hebben allemaal technologie waarmee we remote kunnen werken. Dus ik dacht, nou ja, kunnen we net zo goed uitproberen vanaf de Balkan. Net aangekomen in Budapest en nu mijn hotel zoeken. Dus hier ergens moet mijn hostel zijn. Tadaa, is dit mijn bed? Oké, ik heb dus het hostel gevonden, alleen de wifi is best wel slecht, dus daar kan ik niet gaan werken. Dus ik ben nu op zoek naar een cafeetje waar ik wel kan gaan zitten. Gelukkig schijnen er superveel plekken te zijn waar je hier kan werken, dus daar loop ik nu naartoe. Yes, dit is echt top. Een cafeetje met goede wifi en lekker eten en drinken. Ik ben blij. Tadaa, ik ben bij het kantoor van Microsoft in Budapest. Hi Adam. Hi Stephanie. Hi. So Adam is a PTS for the Budapest office. Yay. So Adam, tell me, what would you do if this office closed for a few months? I think I'd spend quite a time at home office and spend as time as I can as with partners and to learn from them, to get deeper insights in their practices and deeper insight how they work, how they live. So maybe I can do it without the office closed as well. That's great. Ze hebben wel echt een heel erg gaaf dakterras hier. Als je je nou afvraagt, het is vrijdagmiddag, waarom ben je niet aan het werk? Dat klopt. En het mooie aan werken zonder office is dat je kan bepalen wanneer je werkt. Dus ik heb vanochtend gewerkt, ik ga vanavond werken, zodat ik overdag de stad kan zien. Het is 5:00 AM nu, ik zit op de airport van Budapest, want ik vlieg zo meteen terug naar Nederland. En als ik terugkijk op de afgelopen week dat ik in Budapest heb gewerkt, denk ik dat het echt super gaaf is om vanuit het buitenland te kunnen werken. Tegelijkertijd vind ik het ook best wel lastig om echt plekken te vinden waar je kan focussen. Dus je moet echt heel erg streng voor jezelf zijn. Met name in een stad waar je eigenlijk niets kent en waar alles nieuw is en alle indrukken nieuw zijn.